Hey lieve mensen, ik wil even een moment met jullie delen die ik altijd heel moeilijk vind. En dat gaat over mijn dieren. Dus je ziet Pio, onze haan, precies een jaar geleden kregen we hem cadeau. We wisten nog niet dat het een plofkip was. En wat dat eigenlijk inhoudt, dat is dat ze dus... Ja, super snel groeien en niet echt, sorry, ik vind het altijd lastig, maar toch wil ik het delen, omdat ik denk dat heel veel mensen die een huisdier hebben op zo'n moment als dit moment komen. En dat is dat er dus een moment komt dat je ziet dat de kwaliteit van leven niet echt meer, niet echt fijn meer is. Want Pio die is zo sterk. Toen hij klein was, is hij bijna gepakt door een beest. Toen had hij een hele hap uit zijn bil. Toen was hij echt pas een paar weekjes oud. En toen hebben we hem geholpen en behandeld. En daar is hij heel goed uitgekomen. En inmiddels is hij een jaar oud. En dat is echt oud voor een plofkip. Alleen hij begint nu echt moeite te hebben met ademhalen, zoals je ziet ook. En dan komt dat moment dat je denkt van... wat is de juiste keuze, snap je? Kijk, hij loopt nog. Hij gaapt. Als ik hem dat... En wat geeft, dan vindt hij het ook nog heerlijk om te eten. Pio. En hij springt ook s'avonds soms nog, probeert hij op de hennen te springen. Dus hij ziet er voor mij nog niet echt heel erg uit dat je denkt van hij is aan het lijden. Maar dat is dus dat je jezelf afvraagt wanneer ga je ingrijpen? Wanneer ga je kiezen dat het klaar is of dat hij rust mag krijgen? En gisteren hebben we de dierenarts laten komen, omdat hij echt, het was wel heel warm ook gisteren. Liefie. Het was super heet. Dus hij had zijn bek heel ver open en hij had echt heel veel moeite met ademhalen. Dus ik dacht, dit is niet goed, dit kan ik niet aanzien. En toen is de dierenarts vanochtend langs geweest en ze zei ook, het is gewoon zijn hart en zijn longen en hij is gewoon... oud, ook al is die pas een jaar, dat is voor een plofkip oud. Hij struggelt wel. Maar denk er rustig over na wat je wilt doen. En daarom zit ik nou hier. Omdat ik, weet je, als je dieren, alle mensen die nu luisteren en die ook zoveel van dieren houden, die weten dat er vroeg of laat een moment komt dat je afscheid moet nemen. En dat is gewoon heel moeilijk. Maar liefde is ook loslaten. En Pio? Liefde is ook loslaten. Maar dit heb ik zeg maar nog nooit meegemaakt op de manier dat het niet natuurlijk gaat. Want we hadden er dus drie. Kijk, zoek Lucky. En dan hadden we nog Chucky. En Chucky is een paar weken geleden overleden. 'S nachts. Die hebben we 's ochtends gevonden. En toen is de dierenarts ook geweest. Zei ook, ze krijgen een hartaanval op een gegeven moment. Omdat hun hartje het niet meer aan kan. Omdat ze zo groot zijn. Veel te groot natuurlijk. Ze worden gewoon gefokt om na 6 weken of na heel korte tijd geslacht te worden. Om opgegeten te worden. Dus is het logisch dat op een gegeven moment het hartje het niet meer aan kan. Maar zij is dus natuurlijk gestorven, want ze heeft ook niet echt geleden. Ze liep nog daarvoor, net zoals Pio, zeg maar, wel met meer moeite, maar ze deed alles nog. Ze vond druiven nog heerlijk om te eten. Ze kwam zelfs een beetje aangewaggeld, half gerend, als ze hoorde dat de eten kwamen brengen. Dus ik ben altijd heel erg gefocust op wanneer begint het lijden, want dan voel ik wel dat ik de verantwoordelijkheid om in te grijpen. Maar nu is dat dus even nog niet helemaal duidelijk. En dan denk ik, Pio, kon je maar praten? Kon je me maar zeggen, liefie, wat je wilt? Huh?
Ben je er klaar mee? Of wil je nog even zelf verder gaan beslissen wat je wilt doen? Ik vind dat zo moeilijk, snap je? Om te beslissen over het leven van een ander. Maar ik denk ook dat... ja, daar geloof ik dus in. En daarom heb ik nou die twijfel. Omdat ik geloof dat je het ziet. Dat je in de ogen van je dier kijkt en ziet van het is klaar. En op de een of andere manier zie ik dat nu nog niet. Ja. Dus dan laat ik het even allemaal bezinken. En ik hoop echt dat hij gewoon zelf beslist. Vannacht misschien, want ze sterven vaak 's nachts, zei de arts. En dan hoef ik die keuze niet te maken. Maar ik wil niet mijn verantwoordelijkheid ontlopen door hem per se te willen laten leven. Snap je? Het is echt gewoon een dubio van... Poeh, wanneer is het goed? En ja, dat... Dat eigenlijk, hè. Ik hou zoveel van ze. En weet je, ik ben ergens blij dat ik dit meemaak nu. Want het is echt mijn wens om dieren in nood. Of in ieder geval dieren die waar ik een verschil voor kan maken. Die wil ik heel graag verzorgen. We zijn dus ook van plan om ons huis hier te verkopen. En een groter stuk grond te kopen. Zodat we dat ook meer kunnen gaan doen. Paarden zou ik ook heel graag om me heen hebben. Dieren gewoon maken mij heel, heel gelukkig. Maar goed, daar hoort dit dus ook bij. En het is een proces. En ja, kijk, bij mijn vorige dieren die overleden zijn, wat vond ik dat? Oh, toen kon ik daar niet eens over praten. Dan was dat gewoon echt gewoon een periode dat ik gewoon super dood ongelukkig en verdrietig was. En dan op een gegeven moment met de tijd wordt het wat minder. Krijgt het een plekje. Zoals bij alles, denk ik, bij iedereen die iemand verliest. Maar ik weet gewoon dat de dood niet is wat wij denken dat het is. Het is gewoon een andere wereld. Waar geen vorm nodig is. En Pio is ook eigenlijk niet dit. Dit mooie veren... pakkie, maar wat erin zit, de energie van ons, ook van ons mensen. Dus, en we denken dat de communicatie ophoudt wanneer dat lichaam er niet meer is, omdat wij denken dat we communiceren met het lichaam, maar dat is dus niet zo. En daarom vind ik dit zo'n interessant onderwerp en belangrijk om dit ja, te ervaren, te voelen en bewuster van te worden. Wat eigenlijk de werkelijkheid is. En waarom we dus hier op aarde zijn. Om dingen te ervaren. En bewuster te worden. Maar goed, ik dwaal weer een beetje af. Ik wilde dit heel graag delen. En ja, voor de mensen die ook dat verdriet zo heftig voelen bij dieren, bij hun huisdieren. Die wil ik ook zeggen. Het is super. Het is super menselijk om dat verdriet te voelen. Dat is gewoon, dat is normaal. Ja. En, maar het is eigenlijk onze verantwoordelijkheid om onszelf goed te voelen. Dus om ook een keuze te maken die goed voelt. En ja, ik op dit moment, als ik hem nou zou moeten laten inslapen, dan voelt dat ergens niet goed. Omdat ik denk, ja, dat meestal als ik ergens voor ga of als ik een gevoel heb, dan doe ik het. En dan heb ik geen twijfel. En op dit moment voel ik nog een beetje een twijfel. Omdat hij gewoon nog best wel levendig is. En dan denk ik, ja, wie ben ik dan om dat te stoppen? Maar het is wel, het gaat niet heel lang meer duren, zeg maar. En misschien krijg ik vanmiddag het gevoel, want ik hou hem gewoon in de gaten. En ik kijk gewoon en ik observeer en dan laat ik me leiden.
Ik laat me leiden en dan heb ik het vertrouwen dat het juiste antwoord komt. En liefie? Zeg je nog even gedag aan de mensen? Hé, hey, mooie man. Hè? Hij is zo mooi. Hij is zo lief. Hij heeft me zoveel geleerd. Ja. Kijk, wat hij nou zegt, geen idee. Waarschijnlijk wil hij rust. Dus ik ga hem. Ik ga hem lekker... Ik ga jou rust gunnen. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren.